Jong PSV speelde op maandagavond de thuiswedstrijd in het Jan Lauwersstadion tegen FC Emmen. En die ploeg, de ploeg van Joop Gal, heeft op de ranglijst 1 punt meer dan Jong PSV. Maar eerder dit seizoen won PSV wel in het Univé Stadion. Met 2-0 was dat toen dankzij goals van Elvio van Overbeek en Peter van Ooyen. Beiden doen ook mee in dit duel en ze zien dat het eerste schot in de handen belandt van Przemyslaw Titon. De poging was van Oebele Schokker. Maar ook Philippe Cocu, aanwezig in het Jan Lauwersstadion, ziet dat PSV na die kans van Schokker het initiatief neemt, beter wordt en ook kansen creëert. Boljevic met de bal op Van Ooyen. En waar hij in het heenduel wel doel trof, vindt hij nu Peter van der Vlag op zijn pad. Lekker geschoten en ook een goede redding van Van der Vlag. Weer Brinet, die een soort van rechtsbuiten speelt in die fase. Gaat nu zelf en weer is het Van der Vlag. Boljevic dan nog, neemt aan, schiet met links. En de bal van de lijn gehaald door Skodran Mettay. Maar hij is wat gefrustreerd. Deze ervaren kracht van FC Emmen. Want hij voelt dat Jong PSV sterker en sterker wordt. Van Overbeek. Brenet weer. Aardige voorzet van Brenet. Schalk probeert het dan heel mooi en achterin Vloed. En die teksten van Van der Vlag spreken boekdelen. Emmen fysiek sterk. Jong PSV brengt er veel voetbal tegenover. Maar gescoord wordt er in die eerste helft niet. En dus kunnen beide ploegen in de tweede helft op zoek naar doelpunten. Het is Emmen dat het eerst gevaarlijk in de buurt komt van het doel van Titon. Leandro Reisida was de man met de inzet. Maar het gaat net voorlangs. 6 minuutjes later is Joshua Brenet maar weer eens vertrokken aan die rechterkant. Kapt nu naar binnen, de voorzet van Brenet. En daar staat Alex Schalk. En hij zorgt voor 1-0. Is altijd ontzettend blij met zijn doelpunten, Schalk. Staat hier als een spits op de juiste plek. Met wat fortuin. Maar wie maalt daarop? Doet Rian zeker niet. Ook hij weer terug achter het doel bij Jong PSV. Misschien nog net even met de hand Alex Schalk. Maar het staat wel 1-0. En dat moet het voor Jong PSV toch wel wat makkelijker maken. Hier is Joshua Brenet weer. Van Ooyen. Spel wordt verplaatst naar de andere kant. Dit is Alexander Boljevic. Gaat buitenom met links. En die bal schampt de lat. Alexander Boljevic dreigend. Altijd kijkend of de actie gemaakt kan worden. Hier deed hij dat goed. Maar het schot miste dus net de juiste richting. Abel Tamata in de ploeg gekomen voor Sander Heezakkers. Leemans terug naar Tamata. Dit is Mohamed Rahi, ook hij in de ploeg gekomen voor Alexander Boljevic. En Tamata en Rahi vinden elkaar makkelijk. Mohamed Rahi behoudt het overzicht en daar staat Alex Schalk. Wederom op de goede plek. En in de 81ste minuut zorgt hij voor de 2-0 voor Jong PSV. Rahi, de man van de assist. Schalk met zijn 4e van het seizoen. Zijn 4e treffer in 6 wedstrijden. En dit is een hele belangrijke, want de wedstrijd lijkt hier beslist in het Jan Lauwersstadion. En ook met dit doelpunt is Alex Schalk weer zeer tevreden. En wat te denken van hem, daar rijden Kalasic. Maand zijn mannen tot rust. Speel die 2 minuten nog uit. Zorg dat je geen verdere schade oploopt. En wellicht voor de gemoedstoestand van de trainer zou het ook lekker zijn om nog een 3e te maken. Rahi met de bal op Tamata. De bal is lang onderweg. Achterin staat Brenet nog. En het scheelt niet veel. Joshua Brenet ook een grote glimlach op het gezicht. Bij de rechtsback van PSV. Diep in blessuretijd. Nog een minuutje te spelen. Gaat Emmen toch nog op zoek naar de aansluitingstreffer. De voorzet is van Al-Mubaraki. En de kopbal is daar van Alexander Banning. En wat een prachtige redding van Przemyslaw Titon. En zo blijft het dus bij 2-0. PSV boekt een nieuwe overwinning. En dit tot grote tevredenheid van Alex Schalk en assistenttrainer Boudewijn Zende. De eerste helft was vrij rustig. Ik heb een notitie... blokje waar ik het een en ander op moet noteren, momenten die zich voordoen in de wedstrijd. Maar ik denk dat we in de eerste helft zowel
bij balbezit als bij de balbezit van de tegenpartij dat het vrij gelijk opging. Dat er niet zoveel gebeurde eigenlijk aan hun kant. Dat wij eigenlijk toch het team waren die de kansen creëerden. Nou, in de tweede helft trokken we die lijn door. En ik denk met name na de 1-0 werd het nog makkelijker voor ons. Want toen moesten ze eigenlijk wel komen. En dat is eigenlijk wat we in de eerste helft ook al probeerden. Dat zij snel druk gingen zetten op ons. Graag 1-op-1 wilden spelen. En dan probeerden we met Titi van achteruit eigenlijk de vrije man te zoeken op middenveld. En van daaruit de opbouw te verzorgen. En dat ging in de tweede helft een heel stuk beter door. Met name door de eerste goal. Nou, dan vind ik het wel een compliment waard voor het hele team. Dat je dus die 1-0 kunt uitbreiden naar een 2-0. En eigenlijk achterin totaal niet in de problemen komt. Misschien twee kansjes die geweest zijn voor Emmen. Met name één schot dat voorlangs ging. Een schot of een voorzet kun je over discussiëren. En natuurlijk de redding van Titi nog in de blessuretijd op die kopbal. Dus al met al denk ik een hele volwassen prestatie van de spelers. Waar ze trots op kunnen zijn, want ze hebben ook ontzettend hard gewerkt. En vergis je niet dat Emmen toch een team is wat eigenlijk na competitie wil spelen. En misschien ook wel moet spelen. En een team waar niet veel clubs graag tegen spelen. Omdat het allemaal vrij grote jongens zijn. En ze heel graag het fysieke duel aangaan. Heel snel 1-op-1 spelen. En zo maken ze het heel veel teams lastig. En wij hebben natuurlijk jongens die fysiek totaal niet kunnen meten met de jongens van Emmen. Ervaring missen we ook. Maar desalniettemin, daardoor vind ik het een hele knappe prestatie. Dat we eigenlijk niet in de problemen gekomen zijn en het heel goed gespeeld hebben. Tegen een heel volwassen Emmen. Dus wij zijn heel blij dat de jongens dit hebben kunnen laten zien. Want het betekent toch dat ze weer stappen hebben gemaakt. En ja, die lijn willen we natuurlijk wel doorzetten. We hebben gewoon heel goed getraind deze week op hoe wij hun het beste konden bespelen en konden verslaan. En ik moet zeggen dat het vandaag gewoon hartstikke goed is uitgepakt. En net wat je zegt, makkelijk denk ik ook weer niet. Maar goed, tegen zo'n fysiek elftal toch twee goede uitgespeelde goals maken. Ja, dan inpakken en drie puntjes thuis hier houden. Ja. Ja, en twee goals maken. Je gaat er even heel luchtig van, joh, maar daar doe je het allemaal voor. Nee, precies. Dat is gewoon hartstikke fijn. Weet je, daar ben je toch elke keer weer naar op zoek. Die doelpuntjes. En één was al lekker, maar ik wilde die tweede ook maken natuurlijk. En ja, toen wilde ik eigenlijk nog een hat-trick maken. Want ja, dan is je avond wel nog completer natuurlijk. En dat had ook wel gekund, denk ik. Maar goed, je moet gewoon blij zijn met wat je hebt. En 2-0, zakelijke overwinning. En net wat ik zeg, drie puntjes hier. En dat is gewoon het belangrijkste voor het team. En dan is het altijd lekker als ik als spits ben je er toch voor gehaald. En dan is het toch lekker als je het gewoon waar maakt zo. Dan kijken we tot slot nog even naar alle andere uitslagen. Bovenaan dus, Jong PSV, wint van FC Emmen. Daar halverwege zien we dat FC Eindhoven koploper FC Dordrecht knap verslaat met 3-2. Willem II profiteert niet helemaal, want het speelt 1-1 tegen Helmond Sport. De Graafschap wint ruim bij Achilles en Jong Ajax verslaat Sparta. Dit is dan de stand. Dordrecht nog altijd koploper, Willem II volgt op 3 punten en PSV klimt naar de 11e plek en krijgt de top 6 in het vizier. Menno Koch en Elvio van Overbeek nog altijd de topscorers van Jong PSV, maar Alex Schalk komt eraan.